leuk dat je kijkt. In deze video ga ik je vertellen hoe je nieuwe planten in je border moet aanplanten. En ook geef ik je handige tips over het planten en verplanten in je border. Die kun je vast ook wel gebruiken. Tip 1. Wees snel. Na de aanschaf van je plant, boom of haag kun je deze het beste zo snel mogelijk poten, want de wortels mogen zeker niet uitdrogen. Tip 2. Plant in het najaar. Wil je nu gaan aanplanten? Houd dan een beetje rekening met de weersomstandigheden. Want over het algemeen is het najaar de beste periode doordat de grond dan nog warm is van de zomer. In het najaar kun je vaak ook planten kopen met blote wortels, dus zonder kluit of pot. En dat maakt ze goedkoper. Tip 3. Verklein de kans op uitval. Planten zijn vaak hartstikke prijzig, dus je wilt wel dat ze goed gaan groeien. Zorg daarom voor een goede basis en kies een goede grond uit. Gebruik onze aanplantgrond voor vaste planten, bomen en hagen of onze aanplantgrond speciaal voor zuurminnende planten zoals heide, rhododendrons, ilex en azalea. En tip 4. Het aanplanten. Met deze basistips op zak ben je nu wel toe in het echte werk, dus hier volgt het aanplantstappenplan. Graaf een plantgat 2 keer zo groot als de kluit. Meng 2/3 grond van het plantgat met 1/3 verse aanplantgrond. Dompel je plant in water. Zet de plant in de grond en druk de grond een beetje aan. Geef voldoende water, zeker als het niet gaat regenen. Houd de grond voorlopig goed nat. En je bent klaar. Heb jij nog vragen over het aanplanten van planten in je border? Laat het ons dan vooral weten. Bedankt voor het kijken.